u kent het wel. U bent gisteravond even een beetje doorgezakt en de volgende morgen denkt u, ik heb een hangover. Nou, daar hebben wij het ultieme recept voor. Welkom, leuk dat u weer kijkt naar Fire & Food TV, het barbecue kanaal op YouTube. Want we gaan vandaag maken de Ultimate Egg Bacon Burger. Het echte medicijn tegen die hangover. Dus beste cameraman, speciaal voor jou, ik zal even naar je kijken. He, morgenochtend, nee, zaterdagmorgen kun je deze weer maken. Bastiaan, zondagmorgen. Zondagmorgen. Bastiaan, ja. Wat gaan we doen? Hoe moet de cameraman dat op zondagochtend gaan doen? Ja, dus let goed op, jongen. Ja, kijk het filmpje nog eens een keer naar. Check het kruiden, doen we erin. We hebben de riprap. Voor die extra bite. Ja. Zo. Eitje. Ja, ja, ze tikken een eitje. En dit is niet het enige eitje wat we vandaag nodig hebben. Er volgen nog wat meer. Maar goed, dat zullen jullie wel zien. We gaan eerst even het gehakt bereiden. Voilà, dat is het. Nou ja, sorry. Ja, weer. Ik wou net zeggen, Bas, het gaat maar op één manier. Gewoon lekker met die vingers erin. En hier hebben we een half om half. Beetje rund. Ja, je kunt... En een beetje varken. Even kijken, ja, het is gemengd. Dat vind ik persoonlijk altijd wat lekkers. Ja, het is wat vetter, hè? Alleen rund wordt wat droog. Hè? Dan moet je goed opletten dat je hem net niet te lang laat doen. Ja, dat je de juiste gaaiing hebt. En ik denk, ja, goed, als je dan toch al een kleine hangover hebt, zo zeg. Dan heb je weinig congenen. Precies, dan moet je vergevingsgezind hebben en dan is dit wel prettig. Het is trouwens wel heerlijk weer vandaag. Ik voel het een beetje branden op de achtergrond. Het is geweldig. Een mooie opnamedag. Huup, dat deed je heel snel, Bastiaan. We maken een bolletje. Ja. Daar vormen we een burger van. Ja. We gaan even kijken, zullen we het zo doen? Nee, we gaan één maatje kleiner. Dat is een beste burger, by the way. Ja, we like it to be, hè? Want, wat is de truc? We gaan er wat uitstampen. Ja. En terwijl het middelste van de burger. Op die manier. En dat halen we eruit. Ja, eigenlijk een beetje een burger donut. Ja, zo het, een burger donut. Die kun je zien. En dat gaan we bewerken met dat spek. Nou, zal ik dan de volgende? Zijn nog wat van die mooie kan maken. Zo. Plakjes. We zien dat het zo even een spateltje. Of lukt het zo? Ja, dat lukt. Nou, we zien dat er wel mooi rond. Maken we er twee? Maken we er drie? Drie. Dit zijn een beetje langwerpburgers. Nou ja, die heb je ook in de wereld, hè. Nou, deze is toch langwerpen. Die moet opnieuw. En dan hebben we een mes nodig. Opgepast. Niet je vinger. Nee. En dan gaan we daar de burger mee ontwikkelen. Op die manier. Ja, dat was hem, de laatste. Mooi, hè? Ja. Yes, nou, dan gaan we dat aanzetten. Dus, ja, dit ziet er al leuk uit. Ja. Ik ben er al happy mee. Hier hebben we de skillet. Hebben wij klaarstaan. En dan gaan we ze afhalen. Wees voorzichtig. 1, 2, 3. En dan gaan we ze nu heel even zo laten garen en dan straks komt het moment suprême. Maar daar moeten we even op wachten. Stap 2. De volgende, hè? Ja. Stap 2, je gaat het stap even 2. Een beetje inlakken. Kijk, we hebben het al wat laten garen. Dan geven we het een mooi sausje mee. De Sweet Baby Ray. Maar moet je je voorstellen dat je dus dit met een kater moet gaan maken allemaal, hè? Ja, dan word je toch blij? Dat, nou, ik vraag me af of je daar blij van wordt. Dan plop je weer een biertje open en je zit weer in de stemming. Ja, het is inderdaad, ik denk dat dat een woord, een plop en dan... Maar we zijn nog niet klaar, die denk ik. Caloriebom ook, hè? Ja, maar dat maakt niet uit. Moeten die eitjes er nou wel op? Ja, dat wisten de kijkers ook niet. Ja, dan ga ik dat ding even daneren. Dan krijg ik eventjes de eitjes aangereikt. Zo, die viel bijna. En hoe die doe je er gewoon zo inzetten? Ja, ja, precies. Nou, dan heb je een eiernestje. Ja. Nou, ik vind het wel een idee. Nou goed, we switchen hem even, die is al hard. Oh, het eitje is te groot. Nou, maakt niet uit. Nou, dat doet het, we prikken er wel over aan.
Dus koop kleine eitjes. Ja, ach. Kijk, die gaat goed. Nou, hij gaat er ook wel overheen. Die denk ik ook, ja. Maar dat is niet zo erg. Hop. Ja, zo kan het wel. Maar die gaat er ook wel overheen. Hup, dan gaat het dekseltje weer dicht. En laat het garen tot dat eitje gaar is. En dan wordt het smullen. Nou, je hebt de broodjes ook gegrild, Bastiaan. Ja, de broodjes heb ik zeker gegrild, ja. En dan gaat hij erop. Daar gaat hij. Hoppakee. Nou ja, hier. Oh. Kijk, ik weet het niet, maar... Ik snap wat je bedoelt. Het past geen bord. Zo nee, gaaf zijn die rakkers. Ik snap wat je wel bedoelt. Ja. Kijk eens. Dan doen we deze zo. Nou, het ziet er geweldig uit. Dat zijn stoere rakkers dit, hè? Ja, zeker stoere rakkers. Dus dat is, we leggen hem even op de plank. Maar dat is wel een grote uitdaging. Ja, en het eitje is mooi hard. En dan gaan we netjes puntje eruit snijden of niet. Of weet je wat leuk is? Puntje. Mag het? Ah ja, het is tv. Misschien is het even grappig als we gewoon even door het midden snijden. Ja. Oké. Hup. Eitje zit erin. Om het te laten zien. Ja, toch? Ja, helemaal vind je? Nou. Maar ik wil wel met ei proeven natuurlijk. Hè? Ja. Dus, en brood. Met ei en brood. Hatsenvlats. Hoppakee. Nou, geweldig. Daar gaan we. Nou, voel je wat? Mm-hmm. Lekker. Mm-hmm. Ik heb wat rookhout halverwege toegevoegd en dat geeft dat spekje ook wel extra veel smaak. Dus een beetje rookhout in, dat geeft hem even een mooie touch en dat vind ik wel erg lekker namelijk. Zeker weten. Nou, uiteraard zijn uw reacties van harte welkom, want heeft u nou net... Als u denkt, van, nee, terwijl u kijkt naar deze video, denkt, nou, ik krijg er een verschrikkelijke kater van. Moet u hem gewoon even liken. Ja. Uiteraard kunt u zich nog steeds gratis abonneren op ons YouTube-kanaal Fire and Food TV. Het barbecue-kanaal voor de liefhebber. En succes met de hangover. Echt een lekkere rakker dit.